Goedenavond. Het is al even geleden dat ik gevlogd heb. Dus, maar ja, ik heb nu weer tijd even om een vlogje te maken. Ondanks het hele warme weer, want het was echt, echt heel warm weer. Maar, ik heb dus een heleboel dingen te vertellen. Ik ben bij mijn oma geweest. Ik heb de Opa Piet quilt aan haar gegeven. Ze vond hem erg mooi. En op het moment dat ze het pakpapier open had en ze zag dat... Dat daar een quilt in zat. Dan zag je haar ogen helemaal glimmen. Dat was echt fantastisch. Daar heb ik erg van genoten. Ze heeft hem toen uitgehangen over een stoel. En elke keer als ze langs liep, dan keek ze ernaar. En dan zei ze: Oh ja, en deze en dit stofje. En, nou, ze was er helemaal blij mee. Dus ik ben echt heel blij dat ik hem aan haar cadeau heb gedaan. In de tussentijd kun je misschien al een beetje zien. Ik ben nu 12,5 kilo kwijt. Dus ik ben ook aan het afvallen. En ik loop daarvoor bij een lifestyle coach. De lifestyle coach die doet niks anders dan kijken naar mijn dagindeling, mijn eetpatroon. En geeft mij tips in hoe ik gezonder kan eten en leven. Dus meer groenten, minder snoepen, meer bewegen. Het is eigenlijk simpel. Alleen wat er dan anders aan is dan bijvoorbeeld naar een diëtist gaan. Ik krijg niet een... voorgeschreven dieet. Dus er wordt niet echt maar gezegd, je mag dit wel, dit niet. Ik mag in principe alles. En dat maakt het voor mij echt heel prettig. Kijk, het is natuurlijk als je alleen maar vette dingen eet of heel veel koolhydraten, dan val je natuurlijk niet af. Dus daarin heb ik heel veel tips gekregen in bewust worden van wat je eigenlijk in je mond stopt, hoeveel kilocalorieën dat is en hoe lang je moet sporten om dat eraf te krijgen. En daarnaast heeft ze ook heel erg geholpen met naar mijn eetpatroon te kijken. En op zich viel het wel mee, want ik drink niet echt frisdrank en zo. Het zat er meer in het snoepen. En dat doe ik nu vervangen door groenten. En ik merk gewoon dat ik val ongeveer nu 1 kilo per week af. En ja, ik ben in april begonnen. We zitten nu in juni, juli. Dus ik heb al een paar keer gezondigd, dus vandaar dat het wat langer duurt. Maar ja, ik ben er eigenlijk wel tevreden over. Quilt-wise heeft het dus ook een beetje stilgelegen, want mijn schoonvader is ernstig ziek geworden. Dus ik moet ook af en toe nog spendeer ik tijd bij mijn schoonfamilie. En Roy is daar ja, ook druk mee en logisch ook. Dus dan zijn andere dingen zoals quilten een beetje blijven liggen. Plus, het is natuurlijk zulk lekker weer nu. Het schiet gewoon niet op. Dan heb ik andere leuke dingen te doen en ik doe natuurlijk ook meer sporten nu. Maar. Nou weet ik dat er iemand in mijn nabije omgeving aan het beginnen is aan kinderen. Dus het is nog niet raak. Maar het is wel voor mij al een signaal dat ik in principe een babyquilt kan gaan maken. Wat ik heel leuk vind, want dan mag ik lekker een nieuw project beginnen. Dus daar ben ik vanavond mee begonnen. Dus ik heb bedacht van ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Daar heb ik een keuze in gemaakt. Ik heb eigenlijk alle boeken en tijdschriften bij elkaar geharkt die ik had. Over quilten en quiltpatronen. En daar ging ik in bladeren. En eigenlijk had ik in het eerste boek al iets gevonden wat ik leuk vond. Dus ik heb de rest gewoon weer terug in de kast gezet. Zo werkt dat bij mij. Dus, ik heb het boek. Ik ga hem even laten zien. Tim Bobbery Housewarming. Het zijn een beetje cabin quilts. Dus zeg maar als je een hutje in het bos hebt. Ik wil ze daar goed bij passen. Dat is ook een beetje de scenery, zeg maar. In dit geval staat er iets op met wandjes. Het is gemaakt van Timberberry stoffen. Timberberry is een merk of een lijn aan stoffen. Dus het hebben een bepaald type kleuren en patronen. Ja, weet je, hetzelfde als dat je sportschoenen koopt. Dan dat is ook een bepaald type. Of bijvoorbeeld Adidas schoenen of zoiets. Dus zo is dat met Timberberries ook. Dat is ook al best wel een oude. Dit is ook al best wel een oud boek hoor. Ik heb die gekocht toen in de uitverkoop toen Jannetje wegging. Een winkel van Jannetje in Zuid-Hollanden. En het boek was volgens mij van origine. Oh, het staat er misschien nog wel in. €48. En ik heb hem uiteindelijk gekocht voor 10. Dus dat is wel een hele mooie prijs. Dus ja, nou, er staat een quilt in. Hij heet North Pole Plate. En ik ga je even de dingen laten zien. Even kijken of ik het licht niet kan laten
Want het is glanspapier. Wacht, ik ga het even anders doen, want dit werkt niet. Zo. Komt ie? Kijk. Zien jullie hem? Dus het is... het lijkt een beetje op een logcabin, maar het is het niet. Ja, het herhaalt zich. En er staat ook een voorbeeld van in. Want het origineel is hier 70 bij 90 inches. Dat is veel te groot voor een baby. Dus hij wordt kleiner. Dus ik moet hem even hertekenen. Maar de figuren zijn zo simpel dat me dat nog wel lukt, denk ik. Dan hebben we ook nog, staat er een foto in het boek van de quilt die gemaakt is. Kijk, deze. Kijk, de kleuren worden natuurlijk anders, hè? Dat snappen jullie wel. Dus ik heb ook al nagedacht over de kleuren en bedacht van ja, wat wil ik dan? Omdat ik natuurlijk nog niet weet of het een jongetje of een meisje wordt. Dus ik hoop ook niet dat het een tweeling wordt, want dan moet ik er nog een maken, bedenk ik me net. Maar goed. Ik heb ooit een keer, toen was ik met mijn moeder bij de... Even denken hoor. Hoe heette dat ook alweer? Bij het stoffenspektakel in... ik zal even de kat naar buiten laten. Stoffenspektakel in Zeelandhallen in Goes ben ik geweest. Nou, Goes, ga maar naar buiten. Doei! Zeelandhallen in Goes. En daar verkopen ze ook heel veel stof. En ook allemaal, ook quiltstof, maar ook gewone stof. Maar daar heb je ook katoenen stof die niet quiltstof is, maar wel die ze verkopen. En daar heb ik deze meegenomen. Die vond ik erg leuk. Dit is dus geen quiltstof. Maar hij is wel leuk, hè? En dan had ik nog deze met dieren. Die vond ik ook leuk. En van dezelfde dingen heb ik ook nog een gele met hartjes. Hoe lief is die? Dus. Die had ik al uitgezocht. Toen had ik nog bedacht, en ik heb ook nog gekeken, ik heb bijvoorbeeld deze stof heb ik ook nog, met uiltjes. Dat is een beetje een soort broderietje, zoals dat heet. Het zit er zeg maar in geborduurd of geweven, of hoe noem je dat, met uiltjes. Dus, toen had ik bedacht, nou ja, het is een soort logcabin, hè? Dus je doet een reepje erlangs, met in de hoek een blokje, en dan nog een reepje erlangs aan dezelfde kant. En dat herhaal je steeds. Dus ik had bedacht, de gele wil ik dan als buitenste. De binnenste wordt dan oranje. En dan het middelste vierkant wordt dan dus lichte variabele stoffen. De blokjes in de hoeken, die worden dan dus variabel qua kleur. Dus ik heb blauw nu. Het zijn allemaal best harde kleuren hoor. Best wel knalgroen. Dus, ik wil je even laten zien. Dit is het dus wat ik nu bij elkaar heb geharkt. Ik heb verder nog uit mijn collectie. Kijk, zo hier. Had ik deze, wordt dan de achterkant. Hoe schattig is die? Deze komt dus uit Parijs. En het is een beetje de kleurschema ook, hè. Dus het is blauw met wit en oranje. En een beetje donkerder oranje en een beetje oker zit erin. Dan heb ik hier nog allemaal lapjes liggen. Want dat ja, en de wasmand trouwens, die moet ik nog opruimen. Maar dat is wat er een beetje gebeurt. Als ik dan een quilt ga maken. Ik had die drie stoffen, net als deze, die had ik in mijn hoofd. Van ja, die wil ik gaan gebruiken. En toen heb ik daar wat dingen bij gezocht, als dit. Ik heb bijvoorbeeld dit ook al klaargelegd. Kijk. Dit komt van een jurkje van die mijn moeder ooit eens een keer voor 1 gulden heb gekocht. En ik heb besloten voor elke babyquilt die ik maak, of quilt die ik bijzonder vind, daar stop ik een stukje stof van dat jurkje in. En aangezien het een babyquilt is, vind ik dat wel leuk om dat ook door te geven. Ik heb ook nog een beetje stof over deze. In de babyquilt die ik gemaakt heb voor mijn nichtje, dus voor de dochtertje van mijn broer. Ik heb ook die stof, want ik had toch best wel veel over, heb ik ook nog gebruikt voor de babyquilt van Ed, dat is een vriend van mij. En er zat ook uilenstof in, stof met uiltjes. En dan niet, ja, ook deze, maar ook met blauw. Maar die is op inmiddels, dus die kan ik niet meer gebruiken. Maar ik heb dus nog meer kleurtjes en dingen bij elkaar gezocht. Dus ik moet nog even kijken wat ik daar nog bij kan gebruiken. En dan moet ik nu eerst een patroontje gaan tekenen. En dan kan ik gaan beginnen. Ja! Dus ja, op dit moment
Is dit het stadium van de creatieve ideeën? En vaak heb ik, als ik dan wat gekozen heb, dan moet ik daar nog eerst even een beetje op broeden. Normaal doe ik dat van tevoren, maar dat heb ik dus nu niet gedaan. Alleen dat ik bedacht had dat ik deze stof wilde gebruiken. En het babykwilt moet worden. Maar ik vind ook wel dat ik een beetje felle kleuren heb gebruikt. Dus ik weet nog niet of dat is wat ik wil. Want babytjes, babykwilts zijn over het algemeen meestal niet felle kleuren. Is mijn ervaring. Meer pastelachtige tinten. Maar wie weet is het juist leuk om eens een keer iets anders te doen. Ik weet ook niet of degene die het ontvangt leuk vindt. Maar ik heb wel tegen haar gezegd, ik ga een quilt voor je maken. Dus ze weet wel. Ik weet ook niet of ze mijn vlog volgt. Dus dat ga ik vanzelf zien. Zo ja, dan weet ze al wat ze ongeveer krijgt. Zo niet, dan is het nog een verrassing. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te melden. Nee, eigenlijk niet. Dus ik ben weer een beetje begonnen met quilten. Het lag echt allemaal stil. Ik denk dat ik echt een aantal maanden echt niks heb gedaan. Meestal is dat niet zo bij mij. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon omstandigheden. Dat loopt gewoon zo. Maar ik pak het gewoon de draad weer op. En ik ga proberen weer in ieder geval één keer per week te vloggen. En jullie te vertellen waar ik mee bezig ben. En ik heb ook nog een keer. Mijn moeder heeft een sjaal voor mij gebreien. Die ga ik de volgende keer laten zien. Die is ook erg mooi geworden. Heeft echt niks met quilten te maken. Maar ik kan heel enthousiast worden over mensen die dingen met de hand maken die gewoon echt heel mooi zijn. Dus. En deze was ook al mooi. Dus dat ga ik laten zien. En nou, dat was het. Ik wens jullie een hele fijne avond. En ik hoop dat jullie het niet allemaal heel erg warm hebben vannacht. Want het is al warm genoeg en een beetje liggen plakken en zweten. Weet je, ik kan beter maar gewoon slapen. Dan ben je morgen tenminste goed uitgerust. En dan kunnen we de warmte ook beter aan met z'n allen. Nou, hele fijne avond en tot Quilt Vlogs. Doei doei!